We willen de veiligheid voor de medewerkers natuurlijk waarborgen. Gaat het zondag uit de hand lopen op de Grote Markt in Nijmegen? Er is een grote protestactie tegen burgemeester Bruls aangekondigd. In andere Nederlandse steden ontaarden soortgelijke demonstraties al in geweld. Horecaondernemers aan het plein maken zich zorgen. Natuurlijk, als je kijkt naar het nieuws van de afgelopen week, maak je je daar wel een beetje zorgen om. Natuurlijk, je weet gewoon niet hoe het gaat lopen en wat de intenties zijn en wat voor mensen erop afkomen. Dus daar maken we ons wel een beetje zorgen om. Ja. Ik ben niet heel bang dat het echt uit de hand loopt, net zoals in andere steden, omdat het toch wel de stad van Bruls is. Die wil gewoon niet dat het in zijn eigen stad verkeerd gaat. Dus daar ben ik iets minder bang voor, maar ja, er zou wel wat kunnen gebeuren natuurlijk. De cafébazen houden de ontwikkelingen goed in de gaten en nemen zo nodig maatregelen. Nou ja, dat is dus heel erg afhankelijk wat de nieuwsberichten gaan zijn de aankomende tijd. Want we hebben ook contact met de politie daarover. En er zijn natuurlijk allemaal WhatsApp-groepen, Facebook-groepen. Er wordt van alles gezegd, dus dat is nog een klein beetje onduidelijk. Maar als het echt vervelende berichten zijn die naar voren komen, dan zijn we misschien dicht. Zorgen we dat het terras naar binnen gaat opstapelen, et cetera. Dus dat we zoveel mogelijk beschermd hebben en dat het zo min mogelijk kapot kan gaan. Ja. En we willen hier zelf dan ook niet zijn en ook de medewerkers willen de veiligheid voor de medewerkers natuurlijk waarborgen. Dus dan willen we niet dat die hier op dat moment aanwezig zijn als het uit de hand loopt. We laten alles gewoon open. Ik heb met mijn collega's besproken die er op dat moment zijn. Stel het loopt uit de hand. Ja, dan draaien ze de deur op slot en wij hebben gelukkig een achteringang waar iedereen gewoon veilig de deur uit kan. Dus stel, het mocht echt uit de hand breken, draaien ze alles op slot. En dan kunnen mensen gewoon veilig via de achteringang naar buiten. Vrijdag is er nog een overleg tussen ondernemers, gemeente en politie. Vrijdag moet de demonstratie ook officieel worden aangemeld door de actievoerders. Maar het is op dit moment niet duidelijk of ze dat ook zullen doen.